vind dat wel mooi hoor. Je komt uit de relatieve rust. Ja, het is nu eigenlijk ook nog betrekkelijk rustig. Maar eigenlijk loop je opeens in een hele andere auditieve ruimte. Als je met een hoogleraar auditieve cultuur door de stad loopt, ga je heel anders naar de stad kijken. Of eigenlijk luisteren. Dan hoor je dat hier de winkels zijn, dat hier terrasjes zijn, dat hier fietsers en auto's voorbij komen. Juist die diversiteit, dat maakt een stad interessant en dat maakt een stad prettig om te wonen. Mensen klagen steeds vaker over geluid. En vaak komt dat omdat ze er geen controle over hebben. Ze weten niet wanneer het geluid precies zal optreden, hoe lang het zal duren, hoe hard het zal zijn deze keer. En op het moment dat ze gaan klagen bij officiële instanties, dan zeggen die vaak, ja, daar kunnen we niet zoveel aan doen. Dus hun klachten worden ook vaak niet gehoord. Toch kan het wonen in een nieuwbouwhuis midden in de stad ook best rustig zijn. Ik hoor voornamelijk hier de eerste vogeltjes die de lente komen verwelkomen. Het is echt... En hoe ver zitten we van de oude gracht af? Dat is zo'n 10, 20 meter misschien. In de bestaande wijken zijn al veel extra huizen gebouwd. En dat gaan er nog meer worden. En Utrecht wil meer centra in de stad realiseren. Met bijvoorbeeld winkels en horeca. Dat levert allemaal meer geluid op. Zulke gebieden moet je dan ook goed inrichten. Er zijn op bepaalde plekken is het luidruchtig. Op andere plekken is het normaal, zeg maar. Er is geluid, niet overdadig veel. En er zijn plekken die echt een stuk stiller zijn. En dat heeft te maken met hoe dat je het bouwtechnisch aanpakt. Er ligt dus een belangrijke taak bij de gemeente, zodat die onverwachte geluiden zoals dit en dit je als bewoner minder frustreren.